E-books hebben nog niet de doorbraak zoals dat muziek heeft gehad, of toch digitale muziek. E-books zitten toch nog veel meer achter betaalmuren en dergelijke meer. Dus een Spotify voor e-books op dit moment heb je nog niet. Sommige websites zijn wel interessant omdat je er een aantal gratis e-books in terugvindt. Het eerste is de Directory of Open Access Books. Dat is boeken die gratis toegankelijk zijn. Maar mijn ervaring is als je daarin gaat zoeken, dat je heel weinig gaat vinden en dat het eerder academische boeken zijn die je gaat terugvinden dan echt ja, ontspannende boeken en dergelijke meer. Een tweede formule is Script, maar daar moet je eigenlijk een account voor nemen. Maar je kan wel gratis 14 dagen boeken gaan inkijken. Dus Script is een beetje ja, een eerste Spotify-achtige toepassing voor boeken, maar je moet dus wel registreren. Wat vind je ook gratis online books? Dat zijn iBooks onder andere, maar dat is dan enkel voor mensen die een iPad of een iPhone hebben. Dus iBooks is daar enkel toegankelijk. Of via Mac. En dan kan je ook wel gratis boeken vinden. Dus binnen iBooks kun je geregeld wel gratis boeken terugvinden, maar uiteraard, het gros van de boeken is betaald. Maar kan je wel eens bekijken en kan je af en toe wel een keer iets gaan bekijken. Je zoekt de boeken en dan download je de boeken. Google Play is iets gelijkaardigs, maar dan voor Google. Maar wat ik een groot nadeel vind aan Google Play is, daar heb je ook kosteloze boeken. Je ziet ze hier onder andere staan. Maar wat ik een groot nadeel vind is dat om de gratis boeken te downloaden moet je wel een creditcardnummer doorgeven. En dus in tegenstelling tot, ik ben ook zelfs niet zeker, bij de iBooks, bij de App Store zou het kunnen dat het ook niet kan zonder creditcardnummer, maar bij Google is het zeker zo. Dus qua e-books is het nog allemaal vrij beperkt online en is het heel vaak meer sukkelen dan echt goede dingen vinden. Type free e-books in op Google en je gaat alles behalve gratis e-books krijgen, maar vooral verwijzingen naar betalende boeken. Dus free e-books is niet de manier om naar heel goede boeken te gaan zoeken.